Hey allemaal, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen Civilization 5. We beginnen een nieuwe campagne. Dit keer met China op verzoek. Er was ook een verzoek voor België, maar België zit niet in het spel. Dus dat wordt lastig. Verder spelen we op precies dezelfde soort map als de vorige keer. Continenten. We spelen met de King Difficulty en we gaan gewoon beginnen. We hebben vooral een oorlogsbonus. Onze generaals leveren extra kracht aan onze units. We hebben een speciale boogschutter en de papermaker. Shadow causes the flowers to blossom and the rivers to flow. You are the leader of the Chinese, the oldest and the greatest civilization that humanity has ever produced. China's history stretches back into the mists of time. En daar gaan we beginnen. Aan de rivier met chocola. En specerijen Beijing. Het eerste wat we gaan bouwen is een monument. En we gaan gelijk op ontdekkingsreis. Hop. Op zoek naar die ruïnes, de eerste ronde. Om daar de bonussen mee te halen. Zodat we snel de achterstand kunnen inhalen. We beginnen met een score van 10. Onze tegenstander begint al met 14. Dat komt omdat hij dus wat extra tax heeft in het begin. Oh, hier is de kust al. Oké, goed om te weten. Nog meer chocola. Een city state hier beneden. Even aantikken voor een kleine goudbonus. Hop, Florence. Geen ruïne gezien, jammer. De jungle is ook moeilijk lopen. Kost je steeds. Je had steeds maar één vakje in plaats van twee. Goed, het levert straks wel heel veel science op natuurlijk, als mochten we daar steden hebben. Hier is citrus. En hier komt wat meer open terrein. Dan pak ik eerst even de berg mee. Kijk, dat is maar goed ook. Helemaal niks op. Meer info over de omgeving, maar ja, weten we eigenlijk nog niks. Behalve dat dit wel een mooie plek is om weer die culture bonus te pakken met plantages, want volgens mij moet het allemaal met plantages worden binnengehaald. Een stukje woestijn. Eens even kijken. Scouts. En dat is pottery in de pocket. Ik ga gelijk een wissel doen. Oh, dat is jammer. Zo. Hopen dat hij doorloopt. Oh, twee kanten aangevallen. Het begint goed. Het is erg ongelukkig, mag ik wel zeggen. Ik ben een promotie, waarschijnlijk gaat hij niet redden. Net. Health bonus. In dit geval is dat het enige logische om te doen. Nog een keer fortify. Nou, ze proberen het nog een keer. Goed voor de experience van het groepje. Doe even. Ze geven die op. Hop. En dat waren twee groepjes minder. Nu de rough upgrade één stapje zetten. Hey, dat is mooi. En health. En tradition. Mooi. Want daarmee zijn we een van de eerste die een pantheon kunnen pakken. Even kijken wat voor gebied zitten we.
toch een beetje te denken. Hier zou je een mooie stad kunnen bouwen. Dan heb je gelijk die desert bonus. Dan moeten we die wel pakken. Dat je elk desert deeltje één faith oplevert. Ik weet niet of er andere dingen zijn. Copper, iron, salt. Nou, dat zitten we niet. Tundra tiles, ook niet echt in de buurt. Wine and incense. Nee. Nee. Goud, zilver, nee. Ja, we kunnen deze weer doen, maar die hebben we de vorige keer al gedaan. Het is niet echt vernieuwend. Plus een cultuur voor plantages, en er zijn in ieder geval twee. Ik denk dat ik voor die desert ga en dan hier heel snel een stad ga bouwen. We hoeven niet zozeer Stonehenge te hebben namelijk, maar dan kunnen we gewoon hier een stad bouwen. Nou, er zitten meer dan 5 tiles desert. En dan krijg je alsnog je plus 5 binnen. Zonder Stonehenge te bouwen. In plaats van Stonehenge bouwen dan een settler, hebben we gelijk een tweede stad. En dan kunnen we dus wat sneller groeien. Polynesië. Zij hebben als voordeel bij het begin van het spel dat ze gelijk over de donkere stukken zee kunnen varen. Dus ze kunnen heel snel de wereld verkennen. Hebben dus vaak ook een bonus in de wereldraad. Omdat zij dan dus al contact maken met alle volken. Nog gewoon één stapje naar voren zetten. En dan is de vraag of we deze aan de kust bouwen. Of nog meer hier. Liberty voor de extra culture. En we zouden hem hier kunnen bouwen. 1, 2, 3, 4. Ja, dan heeft hij deze toch nog allemaal. Heeft een beetje al die desert. En hier ook weer 2. Ja, die leveren dan weliswaar niks op, maar... In ieder geval niet zo compact als de vorige map. Terwijl we al 3 mensen ontdekt en we moeten het spel nog beginnen. Dus er is niet wat meer ruimte om te bouwen. Tenzij nou net hier een stad zit, maar goed, dat zien we dan wel. Nou, qua bonussen schiet het nog niet op. Ik heb geen tech, ik heb een stukje land kunnen verkennen. En ik heb nu ontdekt dat hier een rebel camp zit. That's it. Zonder magere... Oost, om het zo maar te zeggen. Ja. De meeste technologie zullen we inderdaad nog niet hebben. Dat is geen verrassing. Hier zit echt helemaal niemand, lijkt het. En voor de goede orde, dat is voor mij helemaal niet vervelend. Wel weer van alle kanten bedreigd, aangevallen, hoe je het noemen wil. Dat is mijn scout. Hoop dat hij nog wat kan ontdekken. Dan gaan we voor de settler. Dan zet ik hem ook even op productie. Dit doet net even iets sneller. Nou, hij gaat in 4 beurten al 3 beurten zelfs een extra citizen creëren. Laten we dat dan maar eerst even doen. Durussen. Katharina de Grote. Hier zit ze. Oeh, dat... Okay, mag ik eerst bewegen, dus dat zou betekenen dat ik hem kan pakken. Yes. Hey, shiny. Ik was net aan het onderzoeken, dus dat hoeft niet meer. Dan wil ik wel een settler. Ja. En dan gaan we door voor... Oh, hier zit de papermaker al. Dat is lekker op tijd. Ja.
hier valt denk ik niet zo heel veel meer te halen. Zo. Oh nee, wacht, ik kan het weer. Want dan krijgen we net niet die citizen binnen. Hop. Zo, nu wel. 19 beurten over. Deze moet langzaam terug. Hij mag straks die settler gaan begeleiden. Ik kan misschien dit kampje nog even uitschakelen. Ja, dan is het even een saai beginnetje, maar ja, we gaan dus voor die settler. Dan is het de eerste paar beurten gewoon even op enter blijven drukken totdat hij gebouwd is. Zeker als je units ook nog moeten healen, maar het zij zo. Ik denk dat we hiermee wel sterker beginnen dan de vorige pot, met name omdat we wat meer ruimte hebben om te bouwen ook. Minor victory. Ja, laten we maar doen. Nee gebeurt er. Extra zicht in de stad, hoppatee. Een beetje healen. Zo. Dan is het boerderijtje af. En dat wordt een kill. Yes, mooi. Benvenuto Venezia, net als de vorige keer. Soldoge Enrico Dando. Si? Ja. Cash for me. Nog een boerderijtje. En de volgende beurt alweer. Hier. Lighting is binnen. Nog een keer. Nee, wacht, dat is iets te snel. Pyramides voor extra workers. Met name snellere workers. Hier zit er nog eentje. Ik mag gaan healen. Nou, die lijkt binnen. Kijken of daar dan eindelijk iets in zit wat we nodig hebben. 90 faith. Kijk, dat is perfect. We willen een great profit. Dan mogen we straks als eerste een geloof kiezen, denk ik. Want we gaan nu wel heel hard. Zeker met die 100 extra. En daar is onze settler al. En daar gaan we weer. Nou, dan steken we hier de rivier om. Moeten we daar nog een keer doen. Dat is heel handig, maar goed. Ik weet niet of deze unit andere units aandoet, maar ze blijven hem maar aanvallen.
En daar zit Venetië. Oké. Kunnen we hier een kill maken? Ja. Nog een keer. We zouden het winnen, maar het is wel erg krap. De heal aanzetten. Boerderij is af. Daar een mijntje bouwen. Hier kan nog niet, dacht ik. Nee, die zijn nog te onderzoeken. Oh nee, wacht, dit is March. Nee, kan er niet. Oké. Okay. Nu zouden we het winnen, maar ja, dat slaat hij terug. Even kijken. Representation, is dat de goede? Ja, als we dan een stad bouwen, wordt het niet heel veel duurder om een nieuwe tech te krijgen. Normaal schiet hij dan door, maar dat zal nu dus wel meevallen. Ik zeg tech, ik bedoel natuurlijk culture. Oh, dus. Nou, dat kan hij niet lopen, het is een bos. Heb ik geluk. Ik zet hem net even verkeerd neer. Met een beetje mazzel hebben we dadelijk dus gewoon plus 10. Want dan hebben we en Stonehenge en de Desert City. Het kan natuurlijk wel zijn dat de andere met die Desert City begonnen is. Nou, in ieder geval de locatie zo te zien. Redelijk wat uitzoeken. Hey, ook nog een Natural Wonder, die ook nog eens favor oplevert. Moeten we even heel goed gaan uitzoeken. Dus er zit hier een vijand, dat is dan weer minder. Ja, ik had onderhand wat terug naar huis. Laten we dat ook maar doen. Oh, hoppatee. Eerst even kijken hoe het daar zit. Hier wel een rebel camp. Hier zitten ook desert tiles. Ik ga zo'n daar neerleggen. Dan kunnen we ook die mee pakken. Die levert 6 veven op. Plus al die desert stukjes. Zitten ook bergjes, net als hier. Ja, ik ga naar die kant. En dan leg ik gewoon hier straks een tussenstad. Oh, hij valt er nu al binnen, dus dan kunnen we net zo goed hier blijven. Dan leg ik hem dan aan de kust. Of gewoon aan de rivier. Als ik hem hier leg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, het wordt heel lang voordat we dan bij die bergjes zijn. Ik denk dat het hier net wat verstandiger is, dus... Klein tikkie terug. Wel aan het water. Ik kan hier natuurlijk wel gewoon verkennen, dat maakt op zich niet uit. Genoa. Genua. Ik hem hier leggen. Dan pak ik die bergen mee. Op termijn de citrus. Ja, dan zien we een klein stukje terug. Oké, dus verkennen klaar. Kunnen we de andere kant weer op? Even terugtrekken hier naartoe. Plantage. Ja, dat wou ik wel, maar dat kan natuurlijk niet, want ik kan geen jungle bewerken. Dus dan moeten we toch maar even voor een extra boerderijtje gaan. Jij bent er. Shanghai. En jij begint met een Oh, wacht even. Die papermaker, wat vervangt die nou eigenlijk? Vervangt de library. Library geeft 1 science voor elke 2 citizens en that's it. En hij kost 1 maintenance. De papermaker geeft ook 1 science, maar geeft ook 2 goud. Ja, dus hij kost wel 2 om te onderhouden en de ander was maar 1. Maar goed, hij levert ook 2 op. Goed. Oké, dus het is een financieel iets beter gebouwtje. Ik denk dat we hier heel snel kunnen groeien. Natuurlijk heel veel voedsel dadelijk als overal boerderijtjes aan de rivier liggen. We beginnen met een monument. Hoe staat het ondertussen met Stonehenge? Gaat het redelijk snel.
Maar niet top. Dat is ook wat lastig. Want we hebben bijna geen hamertjes. Oh, hier zou nog kunnen, maar dan moeten we hem kopen. Nou, laten we het wat doen. Ja, dan zit ook gelijk voedsel op nul. Dus het heeft ook geen zin om er nog eentje bij te kopen. Want dat kan ik toch niet bewerken. De meest progressieve, hoeveel culture dingen je hebt, hebben er 4. Daar zijn we niet eens de laatste, sterker nog, er staan er een paar ver achter. How happy are en masonry is binnen, oké. Okay. Je komt al op bezoek aan. Warrior kan even healen. Research, ja, uiteraard willen we jungle bewerken. Ja, die computer is agressief vandaag. Ik weet bijna zeker dat ik toch echt op de King difficulty speel. Kijk, dit is een makkelijke aanval, want dat blijft in de stad. Oh. Next turn. Experience weer erbij. Oh, je mag voor mij even oversteken. Nog een keertje schieten en dan is hij al dood, denk ik. Ja. Jij kan healen. En de volgende beurt. Er is trouwens ook wel eentje om te pakken. Want dan pakken we gelijk die stof mee. Voordat Venice... Ja, Venice kan trouwens geen eigen stad bouwen. Dat is de timer. Dit is een mooi moment om te stoppen. We kunnen nog even snel met de archer afrekenen. We slaan hem niet helemaal dood. Maar ver in de buurt. Dus dat eigenlijk, sorry, ik kan de worker oversteken. Kan hij ook hier gaan werken. Kan hij hier straks de mijntjes bouwen. Die is volgens mij nog niet af. Nee, ver van. In de volgende episode gaan we uiteraard door met groeien. Tot nu toe zeg ik superstart. Twee mooie plekken. We hebben ook hier die bonus. Ja, we doen er trouwens niks mee. Want je ziet, we bewerken deze deeltjes niet. Dus leveren ze ook nog geen religion op. Behalve dan dit deeltje. Maar goed, daarom trouwens hier opgebouwd. We kunnen het ook zo doen. Daarmee groeit hij wel sneller. Dus trouwens helemaal geen slecht idee. Dat ga ik even doen. Daarmee groeit de stad net iets sneller, want er komt meer voedsel in. Nee, dat is trouwens niet waar. Het voedsel is 2 om 2. Maar ja. Elke extra faith die we kunnen pakken, waarmee we dus misschien de eerste religie kunnen stichten en dus de beste bonus kunnen claimen, is natuurlijk mooi meegenomen. Goed. Deze gaat eraan. En dat is de laatste actie van deze episode. Morgen zijn we terug met deel 2. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot dan. Tot ziens.